Wie bent u en waar kunnen wij u van kennen? Nou, dat klinkt alsof je een bekende Alkmaarder voor je hebt. En dat is bepaald niet het geval. Ik ben een blije Alkmaarder. En mensen zouden me kunnen kennen omdat ik 10 jaar lang voorzitter ben geweest van de Vriendenstichting hier in de Grote Kerk. Betrokken ben geweest bij het 4 mei-comité. En in de zomer heb ik heel veel kabaal gemaakt met een paar vrienden om de 50 van Alkmaar te lopen en geld te verzamelen voor het goede doel, het Praathuis in Alkmaar. En dat is het wel zo'n beetje. Blije Alkmaarder. In die 50 van Alkmaar zien wij u het stedenlied zingen. Wat heeft u nou met dat stedenlied? Dat is toch niet zo moeilijk, hè? Als je nou een doodgewone Nederlander bent en je ziet dat Sven Kramer wereldkampioen wordt, of het Nederlands voetbalteam Europees kampioen, en dan gaan ze het Wilhelmus zingen, een onbegrijpelijke tekst, krijg je een brok in je keel en voel je een trotse Nederlander. Dat gevoel heb ik ook als het stedenlied wordt aangeheven. Vooral hier in de Grote Kerk met Soli Deo Gloria SDG, die het er prachtig inzet. En dan zingen we Wie heeft van Alkmaar niet gehoord van het strijden bij de Friese Poort. Ik krijg er een brok van in mijn keel en ik voel me dan een trotse Alkmaarder.